Vandaar heb ik weer de favorieten voor jullie. Een favoriete filmpje. En dit zijn de favorieten, mijn persoonlijke favorieten van de maand november. Deze video komt iets eerder online dan dat ik normaal zou doen. Maar dat komt omdat de volgende favoriete video favorieten zullen zijn van het jaar 2013. Dus het gehele jaar. En die komt denk ik rond de kerstdagen al online. En dat is over een maandje al. Dus vandaar dat ik deze video een weekje eerder online heb gegooid. Ik heb mijn favorieten weer uitgezocht. En ik vind dat er hele mooie spulletjes bij zitten. Ik begin bij mijn echte all-time favorieten. En dat zijn deze drie nagellakjes. En als het goed is, zijn één van deze twee setjes al weergegeven in een review afgelopen week. En anders komt er van de andere, lekker onduidelijk, nog een review aan. Het eerste setje wat ik heb, zijn deze twee nagellakjes. En dat kon je ook zien in de shoplog, in mijn shoplog van de Kruidvat, 1+1 gratis. En ik zag deze combinatie en ze stonden ook naast elkaar in het schap. En ik vond dit zo ontzettend mooi. Dit is de Monkey Gets Funky, dat is deze. En dit is Kitsch Me If You Can. En het is een bruin kleurtje met een glittertje erin. En dit is gewoon een glitter topcoat. En ik heb het ook op dit moment op. En de full frontal pictures zullen er nog van komen. Of die zijn dus nu online al geweest. En ik vond het echt een geweldige combinatie. Ik vond hem echt gewoon ontzettend leuk. Dit is gewoon sowieso al een heel mooi lakje. Maar met deze eroverheen, nou echt... Ik ben verliefd. Ik vind het echt super goed staan. En ze kosten als goed is €2,99. Gewoon lekker bij de Kruidvat verkrijgbaar. Het volgende lakje wat ik jullie laat zien, ik vind hem echt prachtig. Ik vind hem het meest mooi als je een hele donkere basecoat gebruikt. In het artikel waarin ik hem review heb ik een basecoat gebruikt, dan moet ik heel even kijken. Of een basis nagellak gebruikt, deze van de HEMA. Dit is nummer 837. En daar heb ik deze voor de helft op mijn nagels opgedaan. En dat geeft zo'n chic en mooi effect. En ik vind deze... Gewoon alleen als glitternagellak, ja, daar hou ik gewoon zelf niet heel erg van. Maar op iets vind ik hem prachtig en zeker op een donkere kleur. Dus dit is oprecht een aanrader. Volgens mij kost het iets van €2,50. Het is van NYC. En dit is nummer 010 Top of the Gold en maakt deel uit van de herfstcollectie. En het zijn hele mooie gouden bronzen glittertjes. Ja, ik vind hem echt geweldig. En voor dat prijsje, ik vind het ontzettend leuk. Dus in combinatie met een donkere nagellak staat het ontzettend mooi. En nogmaals, of dit artikel hierover is al online geweest of komt online. Maar ik film dit namelijk op zaterdag. En ik moet zo dadelijk na deze video nog mijn artikelen schrijven voor de komende week. Dus ik weet niet precies wanneer alles online gaat komen. Dus vandaar. Dan heb ik een kwast die ik de afgelopen, nou toch wel maanden, ik denk... Wel 2 maanden al zeker wel aan het gebruiken ben. En dit is de Expert Face Brush van Real Techniques. En dit is een kwast om je foundation mee op te doen. Je hebt een foundation kwast van Real Techniques. Dat is echt een stippling brush. Dat vind ik zelf afschuwelijk. Dat geeft gewoon hele rare, streperige, niet dekkend resultaat. En normaal ben ik het gewend om met mijn handen en met mijn vingers te doen. En ik vind nu wel, nu ik deze kwast gebruik, ik vind dit ook echt een aanrader. Real Techniques kwasten kosten tussen de €10 en €12 en is gewoon verkrijgbaar bij Boozy Shop en bij de Make-up Spot. En ik vind hem erg prettig. Hij is vrij dense, laat me zeggen vrij dik wel. En ik vind het heel mooi, want je kan het namelijk gewoon zo aanbrengen ook, en daarna een beetje zo, zodat je ook niet het streperige effect krijgt. Ja, ik vind als je je handen ook niet vies wil maken. Ik vind dit een ontzettend fijne borstel. De eerste foundation borstel die ik eigenlijk prettig vind. Ooit, laat maar zeggen. Dus ik vind dit echt wel een aanrader. Dan heb ik van Ico London heb ik de Skinny Liquid Eyeliner. En deze zat in de glossy box van afgelopen november. Die kwam vorige week online. En sindsdien heb ik hem elke dag gebruikt. En ik vind hem geweldig. Voor degene die nu denken, komt zo dadelijk dan ook de Real mascara van Benefit. Nee, die moet ik nog testen. Dus ik weet nog niet of dat een favoriet gaat zijn. Zo ja, dan zal je hem terugzien in de volgende video van 2013. En Ico London, dat kan je volgens mij ook alleen online kopen. Waar, dat weet ik niet precies. Als ik daarachter ben gekomen, dan zal ik hem online weergeven. Je kan in ieder geval hem nog bestellen bij de Glossy Box. En hij heeft een ontzettend fijn, dun borsteltje. Of een borsteltje. Een applicatiedingetje. En ik vind hem zo prettig werken. Dat, ja, ik vind het echt geweldig. Ik heb hem sindsdien, elke dag heb ik hem op. Ik hou sowieso al heel erg van zwarte eyeliner. En ja, ik vind dit zo'n toppertje. Ik vind het een geweldig product. Volgens mij kost hij iets van €10. En ik zal eens eventjes hieronder weergeven waar je hem eigenlijk kan kopen. Want ik vind dit zo'n oprechte aanrader. Echt een geweldig ding. En heel erg leuk dat hij bij de Glossy Box zat.
Dan heb ik een blush van Ethos. En hier is wel al onderhand een review online van geweest. En deze blush maakt deel uit van de kerstcollectie. Dus als je de full face foto's wil zien, dan moet je heel eventjes naar elisejohanna.nl gaan. En wil je hem nog halen, dat kan denk ik nog een... Nou ja, kleine 2 maandjes. Veel langer dan dat ook weer niet. En het is een blush die heel erg schimmerig en glanzend is. En je moet ook wel bedenken, het is niet alleen een blush. Het is ook nog eens een ongelofelijke highlighter. Hij is best heftig. Dus even kijken of ik het goed kan swatchen voor jullie. Maar nogmaals, de full face foto's staan op elisejohanna.nl hoor. En hij heeft heel veel weg van NARS Orgasm en Sleek Rose Gold. En deze kost 5 euro van de Ethos. Lekker makkelijk verkrijgbaar. Geweldig vind ik hem. En de bronzer die ook bij deze kerstcollectielijn wordt verkocht, die vind ik ook echt super. Maar daar is geen review van online geweest. Ik vind hem echt super mooi. Echt wel een aanrader. En dan als laatste nog een huidverzorgingsproduct. Hier is ook een review van online geweest. En dit is een product van Terme. Of Terme, maar ik denk gewoon Terme. En dit is de Thai Jasmine Body Butter. En onderaan staat dan Mind and Spirit. En dit is een body butter. En die is zo ontzettend zacht en vol en rijk. En hij wordt ook niet hard en hij smelt. En de geur is ontzettend subtiel en heel warm en zacht. En ja, hoe kan een geur nou zacht zijn? Maar dat is het echt. Ik vind het een ontzettend prettig product. En ik gebruik het echt heel erg graag. En dit is een pot van 300 gram, dacht ik. Of 350 gram. Nou, het is in ieder geval ontzettend veel. Oh, 250 gram. Kost een tientje. Dus goedkoper dan bij de Body Shop. En ik vind dit de producten van de Body Shop echt even naar hoor. Ik zou, als je een keertje bij de Kruidvat bent of bij de Ethos of zo, dan zou ik er even aan ruiken. Ik vind hem zo ontzettend lekker. Echt een topproduct voor de winter en de herfst voor een droge huid. Dit waren mijn favorieten van de afgelopen maand. Ik hoop dat je het leuk vond. Maar als je vragen hebt over producten, dan kan je die onder hier altijd stellen. En de volgende video die zal dus zijn de favorieten van het jaar 2013. Die ben ik op dit moment al aan het opzoeken en aan het opschrijven. Zodat het een volledig lijstje wordt. Maar ook niet een te lange video. Want dat wil ik natuurlijk ook niet. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!